Even een deurtje dicht doen anders. Hebben wij een deur. Oké, mensen, vorige keer heb ik jullie iets verteld over de paragraaf 18.1. En de grote vraag die toen centraal was, was van, hoe komt het eigenlijk dat we zoveel weten over al die sterren om ons heen, terwijl we er nooit zijn geweest? En het antwoord was dat we gebruik maken van de truc, hè, van dit dingetje, EMS, elektromagnetisch spectrum. Dus al die straling, die wordt uitgestuurd door die sterren. Hè, sterren gooien van radiogolven via het zichtbare licht tot aan die gamma-golven. En voor elk van die golflengtes weet je wat de kracht en de beperking daarvan is. Sommige worden geabsorbeerd door de atmosfeer. En wat we geleerd hebben is om allerlei telescopen te bouwen die verschillende soorten van deze straling kunnen opvangen. Dus eigenlijk als we een ander type straling gaan bekijken, dan krijgen we ook een ander beeld van hetgeen om ons heen. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld ook dat grote zwarte gat zien. Dus straling. Nu blijkt het dus dat, althans er zijn mensen die zeggen, van al die dingen die we zien, de sterren, we weten waar die sterren van gemaakt zijn. We weten ook of die stipjes die we zo zien, of die dingen bewegen, ja of nee. En dat is heel makkelijk, want als je naar een hemel kijkt en je ziet dat dat ding zo die kant op gaat, dus, of zo, die kant of die kant, of zo. En je houdt rekening mee dat wij zelf ook bewegen. Dan kun je zeggen van, hé, dat ding beweegt. Dat is simpel natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen van, we kunnen dus weten of dat ding zo naar ons toe komt. Of van ons weggaat. En dat is verrekte lastig om te zien. We kunnen ook zien of dat lichtpuntje wat we daar zo waarnemen, of dat één ster, twee sterren of misschien meerdere sterren zijn. En dat is heel vreemd. Sterren en beweging. Oké. Nou, dan kun je zeggen van leg dit me maar eens eventjes uit. Want dat, al die stralen, prima. Maar hoe doe je dat nou? Nou, we beginnen even met het verhaal van meneer Newton. In 1600 zoveel had hij van die prachtige luiken. En wat die gast deed, die gek, die doet ze dicht, boort er een gat doorheen. Idioot natuurlijk. Maar wat hij vervolgens deed, op een zonnige dag kwam er zo'n lichtstraaltje door naar binnen. En hij had een prisma. Een prisma is eigenlijk een stuk glas. En die zien we eigenlijk als een soort driehoek, zie je het. Het is eigenlijk een prisma. En die hou je ervoor. En hij zag de regenboog verschijnen. En hij vond dat wel iets spookachtigs hebben. En hij ging over spectra. Spectra. Heeft iets met geestverschijning. En toen dacht hij van, weet je wat, ik noem het gewoon spectrum. Dus dat en indigo, dat schijnt hij zelf er ook bij gevoegd te hebben. Dat kennen wij in Nederland wat minder goed, maar indigo is een van die dingetjes. En dan hebben we hier natuurlijk, dit is rood, infrarood, ultraviolet zit er ook bij. Maar dat kunnen we niet zien. Nou, het duurde paar honderd jaar, en toen was er een kerel, en dat was Fraunhofer. En dat was een lenzenslijper. Dat was een heel beroemde gast, want die werkte in een of andere lenzenfabriek en die stortte in. En hij was de enige overlevende en er was een of andere keizer of koning. Die vond dat zo geweldig, indrukwekkend. Die kwam met het ziekenhuisbed en zei, jongen, je hebt je 18 goudstukken en veel plezier met je leven. En daar heeft hij dus een grote lenzenslijperij van gemaakt. En in die tijd waren lenzen natuurlijk heel belangrijk, sowieso omdat er brillen kwamen, omdat we verrekijkers hadden en telescopen waarmee we naar de sterren konden kijken. En deze man, die dacht van, joh, ik doe precies hetzelfde trucje als meneer Newton deed. Ik neem een huis met luiken, gat door de luiken. En vervolgens neem ik een telescoop, want die had hij inmiddels. En dan doe ik een prisma erachter. En hij kreeg dit zo. Maar er was iets bijzonders aan de hand. Want het was een spectrum. En dat spectrum, dat was een beetje stuk. Want in plaats van, dat je zo'n hele rode mooie band hebt, die mooie regenboog,
die rood naar violet gaat, had hij allemaal hier en daar die zwarte streepje erin zitten. Nou, daar begreep hij natuurlijk geen jota van. Dus hij ging zoeken van misschien ook een ander type materiaal, spectrum of sterren. En dat was het niet. Hij bleef telkens hierop uitkomen. Hij dacht, weet je wat, ik ga naar andere sterren kijken. Dus in plaats van naar de zon kijken, ging hij s'nachts precies hetzelfde spectrum ging hij maken van andere sterren. En dan zag hij, verrek, maar er zitten dus ook strepen in. En die strepen die zitten niet op dezelfde plek, maar die zitten, sommige wel, maar sommige die zitten op andere plekken. Dus kennelijk is zo'n spectrum met allemaal van die streepjes, dat vertelt iets over die ene ster die ik aan het bekijken ben. Ja, oké, tot zover kwam die en verder niet. Om 40-jarige leeftijd is die overleden. En dan maken we even een sprong en dan komen we naar bij scheikunde. Want jullie gebruiken, hoe heet die ding ook weer? Waar je zeg maar de fik insteekt en zo. Het eindigt op brander. Bunsenbrander. Bunsen, meneer Bunsen. En meneer Kierkhoff, die twee lui die zaten dus in een laboratorium en die zaten allemaal gas in de fik te steken. Echt een fantastische job hadden die. En wat ze deden was met een spectroscoop, die hadden ze ontwikkeld, spectroscoop, gingen ze dus kijken naar het spectrum wat hoorde bij elk gasje wat ze in de fik staken. Oké, nou dat is iets anders gedaan, want als je dingen in de fik steekt dan komen er ook nog andere verschijnselen. Dus waarschijnlijk is dat iets anders gedaan, iets specialistischer dan dat ik het nu zo even in de fik steken noem. Maar wat zij kregen was niet een, zeg maar, zoiets. Ze kregen eigenlijk het omgekeerde hiervan. Zij kregen namelijk, als je iets in de fik steekt, het is gewoon zwart. Maar op bepaalde van die plekken krijg je dus een ontzettende, zo'n gekleurde streep. Oké, dus je hebt een spectrum wat alleen maar een paar soorten licht uitzendt. En licht, weten jullie, heeft te maken met golflengte, toch? Even kijken, wat was het ook weer? Iets met 400 naar 750 nanometer. Wat is nou wat ook weer? 400 nanometer. Is er niemand hier die de binnenzijds hoofd kent? Nee? Daar heb je juist een BINAS. Oh, dat is waar. Oké. Dan moeten we kijken bij BINAS, ik meen nummer 20. En anders is er eentje voor. Het is toch van violet is toch van rood? En wat zeg je? Het is toch rood is toch rood en paars is toch klein? Paars is klein. Dus dit is violet. Violet. En dit is zeg maar rood. Nee. Zien jullie dat ik dit hier precies andersom heb getekend dan wat hier staat in afmetingen? Even goed om te noteren. Op de een of andere manier vinden wij dat dit heel normaal is, heel natuurlijk dat je eerst met rood en dergelijke begint. Maar in principe zou je, als je qua afmetingen gaat bekijken, zou je eerst beginnen bij violet. En dan kom je bij indigo, dan blauw, groen, geel, oranje en rood. Oké, nou blijkt het dus dat als je gasjes in de hand steekt, of als je heel warm maakt, dan gaan ze dus bepaalde kleuren uitzenden. Je hebt bijvoorbeeld een natriumlamp. Natriumlamp, jullie allemaal bekend? Nee? Soms heb je van die oude Franse auto's, je hebt van die gele koplampen. Ja? Of sommige stukken snelweg, die hebben van die gele lantaarnpalen. Daar hebben ze dus gas in zitten, natriumgas. En zeg maar, als je dat warm maakt, dan gaat dat alleen maar een bepaalde golflengte. Namelijk die gele golflengte gaat hij uitzenden. En elk type gas zendt zijn eigen golflengte uit. Hé, dat is wel handig. Want op BINAS nummer 20 krijg je dus de spectra voor elk type, of voor een paar elementen, voor gas. Oké. Stel je nou voor dat ik een lamp zou hebben die helemaal wit is. Een lamp komt heel veel wit licht uit. En stel je nou voor dat ik zo'n gasje pak die dit spectrum zeg maar uitzendt. En dat gasje dat zou ik hier bijvoorbeeld hiervoor zetten.
En ik ga hier zo kijken. Dan krijg ik het volgende spectrum te zien. Dat spectrum, allemaal kleurtjes, 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 kleurtjes. Want wit is alle kleurtjes bij elkaar. Alleen hier en daar. Zwart. Geen licht. Oké, dus als die gaat uitzenden. Dan zendt hij alleen deze golflengte zendt hij uit. En als die gewoon lekker zit te chillen en ik zet er wit licht doorheen, vangt hij als het ware dat licht op. Dus dit uitzenden en dit opvangen. Dus hier als die heel warm is. Okay. Nou, een aantal van jullie, een aantal, zeg maar 28 zeg maar, van jullie heeft vorig jaar iets over atoomfysica geleerd. Weet je wel? Dat we iets hadden met de grondtoestand. Grond. Dat was iets met zeg maar elektronen die om een kern heen gingen. En die elektronen die kan ik een beetje in de war brengen. Die kan ik dus aanslaan, zodat ze naar een andere schil terechtkomen. Ja, dus hier grondtoestand. Hoppakee, hij komt naar een andere schil. En in die schil zitten natuurlijk allemaal alle andere elektronen. En die zeggen, hey, we zitten hier met z'n tweeën. We zitten hier goed. Ineens is er een derde erbij. En je doet een beetje ruim hier. Hop. Er wordt er weer eentje teruggeknald. En hij is omhoog gegaan, omdat hij extra energie kreeg. En als hij weer terug moet, dan moet hij zijn energie weer loslaten. En dat doet hij in de vorm van een foton. Een stukje licht. Een foton met een golflengte die hier tussenin zit. En dan gaat hij ineens, dit kleurtje licht gaat hij uitzenden. Oké, dat houdt dus in dat elke stof, die kan maar bepaalde hoeveelheden energie opnemen. Om zeg maar van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar te gaan. Winas 21 geeft aan wat dat voor waterstof is en helium ook. En hij kan dus een aantal golflengtes kan hij dus terugsturen. Namelijk de energie die bij dit soort stappen of van hier naar daar hoort. Want je weet natuurlijk dat de energie is de constante van Planck keer die frequentie, toch? Oké, frequentie of golflengte is C keer C gedeeld door lambda keer H. Dus energie heeft iets te maken met lambda, golflengte. Oké? Hey, dus hiermee hebben we dat hele mysterie hebben we dus opgelost. Waar die meneer, hoe heet die ook weer? Niet deze. Frauenhofer, die zag zo'n spectrum. En die zag allemaal van die zwarte streepjes. Als je nou vervolgens al die onderzoeken van deze twee kerels, Bunsen en Kirchhoff, ernaast legt, kun je dus gaan puzzelen. Zeg maar, ik zie hier deze streepjes die horen bij waterstof. Deze die horen waarschijnlijk bij helium en die horen weer bij nog iets anders. En op die manier kun je dus van een ster, kun je dus zien wat voor stoffen er in die ster hangen. Want de ster is zo warm, dat al die elementen die zijn waarschijnlijk in damp opgegaan. Dus een grote gaswolk. En daarbinnenin heb je dus kernfusie zorgt voor zoveel warmte dat er gewoon wit licht uitkomt. En zeg maar die stralen, die energie, die blijft hangen. En die wordt zo. En die wordt hier zo in gevangen in die atomen. En daardoor krijg je allemaal van die zwarte streepjes. Er wordt gewoon even die frequentie of die golflengte, die komt niet door. Hey, dus ik kan nu van de zon, kan ik zeggen van daar zit echt ontzettend veel stof. Hoe heet dat gas ook alweer? Helium. Maar toen die tijd was er nog niet zoveel helium ontdekt op de aarde. Er is ook niet zo heel veel. De Grieken noemden de zon al de helios. Dus die stof is genoemd helium. Oké, weten we dat ook weer. Er is nog iets anders. Dus deze hebben we. Materie. Ik hoor nog niemand zeggen van, hey, als die uiteindelijk opvangt en weer terug gaat stralen, dan moet het toch gewoon doorkomen. Dus dan zien we die golflengtes ook wel. Nee? Is dat geen vraag die jullie hebben? Nee, oké. Hij komt vanzelf. Dus ik ga hem eventjes aantippen. Stel voor, ik heb hier een lamp.
lamp schijnt. Oeh, ik slaat tegen mijn hoofd. Die lamp die schijnt zo wit licht. Wordt opgevangen hier. Dan wordt zeg maar eerst die golflengte die wordt zo opgevangen. De elektronen die gaan naar een hogere staat. Die worden aangeslagen. En dan vervolgens zenden ze het weer uit. Maar ze zenden het niet allemaal die kant uit. Ze zenden ook die kant, ze zenden ook terug en dergelijke. Dus zeg maar die golflengtes die komen heel erg verzwakt. Wel door. Maar zo erg verzwakt ten opzichte van de rest dat wij het zullen zien als zwarte streepjes. Kijk, dus deze, materie. Helemaal goed. Die hebben we net behandeld. Dat klopt ook. Nu gaan we kijken naar die beweging. Want, mag ik vegen? Ja? Oké. Okay. Bunsen Kirchhoff, mooi verhaal. Die kerels die waren trouwens ook in een stad en er was echt een enorme brand uitgebroken. En in plaats van dat die lui gingen blussen, gingen ze dus met een spectroscoop naar die brand kijken. En zagen ze dus allemaal van die streepjes inderdaad. En dan konden ze dus vertellen wat voor stofjes er allemaal in de fik stonden. Ja, nou ja, goed. Ja, als je geen brandweer bent. Chinezen doen dit overigens ook, hè. Als ze vuurwerk maken, dan weten ze al wat voor type licht, wat voor spectrum, zeg maar, bij bepaalde stoffen zit. En dan poef, krijg je zo'n mooie fontein. Fantastisch. Goed, stel je voor ik heb een ster en die komt naar me toe. Hoe kan ik dat zien? Nou, eerst heb ik nodig één ster met een bepaald spectrum. Oké, en dan doen we zeg maar hier rood en dan hebben we daar violet. En deze ster heeft bijvoorbeeld hier twee streepjes. Oké. Stel je nou voor dat die ster... En we hebben een hele bibliotheek met sterren. Er zijn echt zo verschrikkelijk veel sterren en dan hebben we heel veel van deze dingen. En die ster die heeft precies dezelfde afstand, maar niet hier. Het is net alsof die verschoven is. Daar kan ik iets van zeggen. Ik kan er heel veel van zeggen, maar ook iets wetenschappelijks zeg maar. Sommigen die zien dus juist zo uit. Oh, sorry. Ook hier zijn die dingen verschoven. Die zijn verschoven naar. Deze zijn naar rood verschoven, zeg maar. Dus waarschijnlijk zijn die sterren, alle drie, hebben die dezelfde hoeveelheid. Hetzelfde type gas, niet dezelfde hoeveelheid. Hetzelfde type gas, dezelfde materie. Want die zenden die lijnen even ver van elkaar af. Alleen, deze lijkt wat rooierig en deze wat blauwerig. Oké. Nu ga ik naar een ziekenauto. Als een ziekenauto naar je toe komt, dan heeft hij aan het begin heeft hij dus een andere klank dan als hij voorbij gaat. Ja, dus als hij weggaat is het wat lager en als hij wat naar je toe komt is het... Ja, dat is het Doppler-effect is dat. En dat Doppler-effect gaan we ook gebruiken. Stel je voor, jij zit hier zo. En ik heb hier een planeet. Die planeet die stuurt me een bepaalde lambda naar me af. Als hij naar me toe komt, dan, en hij gooit zo'n straal naar me toe. Terwijl hij dus aan het stralen is, komt hij naar me toe. Dus hij duwt als het ware die golf in elkaar. Dus die golf die lijkt voor mij... Ik observeer een andere lambda dan dat die werkelijk wordt uitgezonden. Hij wordt in elkaar gedrukt, dus lambda is kleiner. Ik zie een andere, een kleinere lambda. Kleinere lambda. Betekent dus dat die wat blauweriger, wat violettiger is. Dus blauwerig, geen Nederlands hè, is zeg maar naar me toe. Naar me toe. En ik ga dit even wegvegen. Blue komt naar me toe. En als die juist weggaat, die kant op zo, dan rekt hij hem wat verder uit. Dan is mijn lambda is zeg maar groter dan mijn normale lambda bij deze. En deze vond ik heel, heel lastig. Red goes ver van mijn bed.
Het werkt, laat het zo zeggen, het werkt. Het is stom, maar het werkt. Oké, blue komt naar je toe en red goes ver van mijn bed. Ja, u moet wat. Even kijken. Er was hier iets. Je kunt ook wat zeggen over de zee. Zee heeft iets te maken met zeg maar die echte golflengte waar we het over hebben. De echte lambda. Het heeft een connectie met de snelheid van het licht. Want we zitten toch met licht te maken. En met licht te maken. En dan gaan we hier spreken over een delta van de lambda's. De delta, het verschil tussen deze twee dingen. En dat is eigenlijk de lambda min hetgene wat ik dus observeer. Oké, als het positief is, lambda is kleiner. Ja, dan heb ik dus bij blauw, lambda is kleiner, dus er komt een positief iets uit. Bij blauw positief, blauw V positief, komt naar me toe. En bij rood V negatief, dus dat ding gaat van me weg. Oké? Dus ik kan die beweging, die zeg maar naar mij toe of van mij afgaat, die kan ik hiermee bewijzen. Dat noemen ze de roodverschuiving of de blauwverschuiving van het spectrum. Oké. Laatste. Hoe kan ik nou zien of het misschien meerdere sterren zijn? Nou, als ze gewoon stilstaan, dan zie ik dit gewoon. Als er iets naar me toe beweegt, dan zie ik hem zo. En als die weggaat van mij, dan zie ik dit. Heel veel sterren die hebben een tegenhanger. Die zijn dus samen zo aan het ronddraaien. Dat is een tegenhanger. En dan zie je dus eigenlijk dat je niet dit hebt staan. Maar dan zie je een combinatie van eentje die hier een beetje naar het blauwe toe gaat. En precies zo'nzelfde lijntje wat dan naar het rode toe gaat. Dus op het ogenblik dat twee van die sterren... De ene gaat naar je toe, die zie je blauw verschoven, het spectrum zie je blauw verschoven, en die gaat van je weg, rood verschoven. Dus elk van die twee dingen is redelijk hetzelfde. Ze gaan ervan uit dat ze hetzelfde materiaal gemaakt zijn. De ene die naar je toe komt, die verschuift hem zeg maar naar het blauwe toe. En die ene die weggaat, die heeft ook een spectrum. En die is een beetje naar het rood toe. En op deze manier zeg je, hey, ik zie dubbel. Nee, je hebt niet gesopen. Het zijn gewoon twee sterren. En daarmee hebben we ook het laatste. Hebben we. Dus zeg maar, het stralingsspectrum bekijken geeft ons meer informatie dan gewoon alleen, oh, dat zijn leuke kleurtjes. Dat is eigenlijk het verhaal dat ik jullie wilde vertellen. Wat was je vraag? Gaat die golflengte niet zeg maar van links naar rechts, van rood naar violet? Ja, van links naar rechts is... Maar als die golflengte dan, maar nu heb je dat als het ding dichterbij komt, ja, dan wordt die golflengte toch kleiner. Ja. Maar hoezo wordt die dan blue? Omdat blue zit er niet bij red. Ja, wat ik aan het begin vertelde. Was zeg maar dat je normaal gesproken spectra die schrijf je op van rood naar violet. Maar als je het officieel goed doet, dan begin je met de kleinste, violet. Dan ga je naar de grootste. Dus dit hier, wat ik hier geschreven heb, is eigenlijk hoe het zou moeten. En deze begint hier met een rood, violet, hè? Ro, B-I-V, zoals wij de regenboog noemen. Dat zit zo in onze menselijke breinen verankerd, want dat krijgen we al op de kleuterschool, van rood, oranje, geel, groen. Dat het heel lastig is om dat weer te herstellen. Dus ik heb hier de regenboog neergezet. Dat heeft niks te maken met die golflengtes. Dus je gaat daarvan, gaat zeg maar naar rechts. Terwijl de golflengtes juist kleiner worden. Precies. Maar omdat ik hier eigenlijk rood, eigenlijk heb ik dit hier, wat we echt normaal gesproken gebruiken, heb ik omgedraaid. Okay. In de kleuterklas draaien we dat verkeerd om. Dus dit is 750 en dan wordt die steeds minder en dan komt die... Ja, dan komt hij hier rond de 400 komt hij uit. Okay. En dan klopt het verhaal weer. Ja. Nou, wel scherp. Dankjewel. Dit was hem. Vragen? Opmerkingen? Nee? Oké. Okay.